Welkom in mijn tuin. Skatepark Real X, een veelbesproken onderwerp in Apeldoorn. Hoe staat jouw partij hier tegenover, tegen het hele gebeuren wat er... ze zijn natuurlijk al een paar keer verhuisd. Ja. Wij willen in ieder geval rust voor de jongeren. Dat ze in ieder geval een keertje een vaste plek krijgen. Dat ze weten waar ze naartoe kunnen. En het is gewoon een hele belangrijke onderneming voor de jongelui. Voor de ouders ook een goede plek. Want ze weten dat hun kind daar veilig is. Dus dat is wel belangrijk. Ja, en ze zijn dus al een paar keer verhuisd. Had dat niet voorkomen kunnen worden? Want je zegt inderdaad, een beetje rust creëren voor de jongeren zou niet zo gek zijn. Want ja, het heeft natuurlijk al best wel wat onrust opgeleverd voor ze. Ja, dat klopt. Ik heb ook begrepen van de mensen bij Real X dat de Beatrixlaan was wel ideaal voor hun. Het was in de stad, bij de mensen. Dit is toch een beetje buitenaf waar ze nu zitten. En elke keer weer het opbouwen, dat kost natuurlijk ook het een en ander. Ook voor de club zelf. Ja, want waar ze nu zitten, dat is de Sleutelbloemstraat. Ik hoorde dat er opties zijn voor de Zwitserlocatie. Ja, dat proces is nu gaande. Kijken of ze bij de Zwitserlocatie kunnen komen. Alleen die locatie is dus kleiner dan wat ze nu hebben. Het is wel zo dat het wel weer voordelen heeft, omdat daar meer sport- en leisure gedeeltes bij elkaar zijn. Dus dat trekt ook weer mensen aan. En ze hopen ook dat ze er langer kunnen blijven zitten dan waar ze nu zitten. Je zit ook met het de centjes. Heb je zelf nog ideeën waar ze misschien dan heen kunnen? Och jee, ja, terug naar de Beatrixlaan. Ja, het zou kunnen, je weet het niet. Ja, het staat toch leeg. Dus je moet toch een vrij grote locatie hebben. Want ja, ze hebben de hoogte wel nodig en de grootte van een hal. Oké, nou dat wachten we even af. Is de Zwitserlocatie en Real X natuurlijk, is dat iets waar jij deze zomer misschien nog van wakker zou kunnen gaan liggen? Oeps, wakker zou ik... Nou, ik denk er wel veel aan. Ik kom er ook regelmatig en je spreekt daar met ouders die daar hun kinderen gewoon achter durven laten. Dat vind ik al heel wat. Hè. De jongetjes die, bijvoorbeeld een autistisch jongetje, die ze niet ergens anders om achter durft te laten. En daar wel, gewoon omdat ze weet dat... Het kind is veilig, het voelt zich veilig. Je ziet het jongetje daar ook rondlopen. Nou, dat is echt fantastisch. Dus gaaf hoor. Ja, en is er nog iets anders waarvan jij, het is zo meteen reces. Of het is reces, waar jij wakker van kan gaan liggen tijdens die zomer. Als je misschien aan het strand ligt of wat dan ook. Nou, ik ben niet zo'n strandligger. Maar waar ik wakker van kan liggen. Ja, ik lig van een heleboel dingen wakker. Van hoe het allemaal gaat lopen. En ook met mijn partijgenoten natuurlijk. Hè, de PSA, hoe we daar verder mee gaan. En de toekomst. Wat kunnen we nou echt voor de bevolking van Apeldoorn betekenen? Want er zijn best een aantal punten waar wij echt nog hard aan willen werken. Zoals? Zoals bijvoorbeeld... daar ga ik misschien iets verklappen. Ik zal even... Wij gaan bezig met de gemeentelijke belastingen bijvoorbeeld. Daar willen we mee bezig gaan. Want de omliggende gemeenten die hebben 5000 euro als grens. En wij hebben hier iets van 3500 euro als grens. Daar willen we toch een keertje aan gaan werken. Vorige week stond weer een stuk. Daar hebben we weer over die toedeloe. En ik weet dat het lachen is. En toch is het belangrijk. Want er staat bijvoorbeeld de fietsenstallingen in Apeldoorn. Die hebben dus een toilet voor dames. Maar wie weet dat? Je ziet nergens borden staan voor als toeristen die komen. Die moeten echt een kroeg induiken of een winkel induiken. Van we kunnen naar de toilet. Dus ik vind dat best wel... Zo'n toiletwinkel is helemaal niet gek. Welkom in mijn tuin. Real X, skatepark Real X. Ze zijn al verschillende keren verhuisd binnen Apeldoorn. En binnenkort waarschijnlijk weer. Wordt het niet eens tijd dat ze een vaste plek krijgen? Ja, het wordt zeker tijd. Iedereen, ook bij gewone burgers is dat zo. Als je weet waar je aan toe bent, dat doet het goed. Dat geldt ook voor zo'n... stichting, zo'n vereniging, zo'n groep mensen als bij Real X werken. En ook vooral de jongeren die er zijn. Dus het zou goed zijn als ze dat gewoon voor langere tijd weten. Ja. Want ze zijn natuurlijk een aantal keer verhuisd, wat ik net al zei. Had dat niet voorkomen kunnen worden? Hadden ze niet gelijk een vaste plek kunnen krijgen? Nou ja, nogmaals, wenselijk is het wel. Wat je natuurlijk probeert om samen te kijken, hoe kun je een plek vinden waar je ook tegen een relatief laag bedrag kunt zitten. Nou, er is best vastgoed in Apeldoorn wat tegen een wat lager tarief beschikbaar is. Maar vaak heb je dan huisvesting waar het tijdelijk is. Dus ik zeg niet dat het niet beter had gekund, maar het is wel een zoektocht van hoe zorg je dat de kosten ook voor Real X, en dan heb ik het over huurkosten, exploitatiekosten van het gebouw, niet te hoog worden.
En anderzijds een goed plekje waar ze ja, voor langere tijd kunnen zitten. Want Real X verhuizen, dat is wat anders als een paar dozen en tafels bij elkaar pakken. Ja, dat is het. Hè. Het zijn hele grote dingen die ook mee moeten en zo. Ja. Vind je dat Real X belangrijk is voor Apeldoorn? Nou, voor een deel van de jongeren zeker. Er wordt ook goed werk gedaan. Je hebt natuurlijk de skateliefhebbers die er zijn. Maar ik heb meerdere keren gemerkt en ook gehoord uit eigen mond van de mensen die daar werken, dat het zien van die jongeren, en niet alleen ben je goed bezig op dat skateboard, maar wie ben je en wat heb je nodig, dat er aandacht is. Ze hebben de jongeren in het oog. En ik vind dat een heel waardevol iets. Dat omzien naar elkaar. Ook als het een keer minder gaat, of als je met vragen rondloopt, daar is alle ruimte voor bij Real X. Dat vind ik een heel mooi aspect van Real X. Ik denk wel dat het een, en dat doen ze ook bewust natuurlijk, iets is met een heel eigen cultuur. De skatecultuur, dat is niet voor iedereen even passend. Dus wat dat betreft is het goed dat er ook meerdere zijn. Waar het ook op een goede, maar wel op een andere manier gebeurt. En want nu wordt er gesproken over de Zwitserland-locatie voor Real X. Is dat een locatie waar ze zouden kunnen blijven eventueel? Het is in ieder geval een mooie locatie. En volgens mij zijn daar meerdere mensen enthousiast over. Mm-hmm. Zowel bij Real X heb ik wel eens horen een gerucht daarover gehoord, als ook in de raad. Garanties afgeven is natuurlijk lastig. Maar we zijn natuurlijk nu wel bezig met na te denken, hoe geef je dat nu een leuke en ook een goede bestemming, die plaats. En ook iets wat langduriger kan zijn. Het is nog wat prematuur om te zeggen, ja, maar dat is hem. En dat is hem ook voor 10 jaar. Mm-hmm. Ik weet wel dat er met die intentie echt gekeken wordt. En dat vlak na het zomerreces dat ook weer politiek op de agenda staat al inmiddels en weer besproken zal worden. En dat is een goede zaak. Is Real X, of misschien een ander onderwerp, een van de onderwerpen waar jij misschien wakker van zou kunnen liggen deze zomer tijdens het reces? Nee, dat niet, want het is geagendeerd. Wel wat daar misschien aan raakt, dat is wat ook deze jongeren die daar zijn. Het zijn prachtige jongeren. Er zit ook een aantal kwetsbare jongeren tussen. En als je het hebt over kwetsbare burgers in deze stad, en dat zijn jongeren, maar dat kunnen ook volwassenen zijn, dat is wel iets ja, waar ik soms wakker van kan liggen. Van ook met alle veranderingen die op stapel staan. En we gaan nu niet de techniek in, maar er gaat wel heel veel veranderen. Ja. In de jeugdhulp en ook voor een deel van deze jongeren. Ja, is dat dan straks iets wat we goed hebben gedaan? Is de hulp beschikbaar die er moet zijn? En is die ook te vinden überhaupt voor deze jongeren? En dat is wel iets waar ik wakker van kan liggen. Want dat vind ik belangrijk. Als we zeggen, we moeten omzien naar elkaar, ja, dan moet het er wel zijn.